De voetbalclubs binnen de gemeente Tiel, TEC, Teolen, RKT VC en VV Waddenooi zijn flink geschrokken van de uitzending van Zembla. In het programma wordt verband gelegd tussen het rubbergranulaat dat gebruikt wordt op de kunstgrasvelden en leukemie en lymfeklierkanker. De gemeente Tiel heeft inmiddels een brief gestuurd naar de clubs waarin ze aangeeft de vinger aan de pols te houden en de onderzoeken van het RIVM afwacht. De voetbalclubs beraden zich over eventuele maatregelen, maar blijven in tegenstelling tot andere clubs in het land voorlopig wel voetballen op de kunstgrasvelden. Nou ja, over strooisel heb ik gehoord dat het niet goed is. Dat er chemische afval in zit van de rubberbanden. Dus. En of dat goed is, ja, dat betwijfel ik. Want RIVM die zegt dat het wel goed is, dat het verantwoord is, maar ja. Echte chemici die zeggen dat dit niet goed is. Kijk, ze spelen er nu al waarschijnlijk een paar jaar op. Dus je zou denken, die paar weken kunnen er ook nog wel bij. Maar het moet wel degelijk onderzocht worden. Alleen het is jammer dat de uitslag, heb ik begrepen, weer maanden op zich laat wachten. En dat moet volgens mij wel sneller kunnen. Dus dat vind ik er wel van. Maar om nou alles af te lassen en zo, ik denk dat het RIVM en de KNVB wel degelijke afspraken onder elkaar hebben. Dus ik denk dat het spelen wel door kan gaan, maar onderzoek moet er zeker komen. Ja, ik vind het ook moeilijk, maar je kan je kind moeilijk zeggen, mag nu niet gaan voetballen. Hij doet het al jaren zo, dus die ene week zal dan ook niet meer zo uitmaken, denk ik. Ik vind wel dat de kleinere spelers, echt de jeugdige spelers, die na de wedstrijd dan nog op het veld zijn, die gaan vaak zitten met die korrels spelen, met de handen of zo. Ik denk dat ze daar dan wel even een waarschuwing voor moeten geven, joh, doe dat dan even niet.